Deze wedstrijd werd ooit één keer in de Eredivisie gespeeld. De wedstrijd tussen De Graafschap en Dordrecht, dat heette toen nog anders. Dat was SVV Dordrecht 90, de fusieclub toen. In het seizoen 91-92 werd het hier 3-1 aan de Kromme Dijk voor de ploeg van SVV Dordrecht 90. Zeven coaches uit verschillende landen zijn hier aanwezig. Zeven scouts, moet ik zeggen, die bijvoorbeeld de verrichtingen van Mathies Serij zullen bekijken. Maar dat geldt ook voor de jongens die gehuurd worden van Feyenoord, die het zo goed doen. Als Shiloh het Zand en Ilias Sebaoui. En balbezit voor Ruben Kluivert. Het Zand en Hilton. Serij. Bal is goed meegenomen. Daar is de kans en meteen de 1-0. Nee, die valt dan niet. Maar de eerste grote kans voor Dordrecht. Het is toch niet voorbij. Sebaoui en Bayo legt terug. Paniek achterin bij De Graafschap. Sebaoui. En dan wordt die bal uiteindelijk toch nog weggespeeld. De kans met de paas van Serij meegenomen door de verdediger Leo Seydoux. En die strandt dan op Jansen. Zeuntjes. Maar meteen zit reserveur erbij. En het Zand is vrij. Die paas is goed. Die komt bij Sebaoui. Kriwak is voor de goal. Serij. Sebaoui. Sebaoui doet het zelf. Oh, wat een schitterende goal. Wat een fantastische goal van Ilias Sebaoui. Zijn negende van dit seizoen. Serij legt hem klaar. En Sebaoui mag het verre hoekje zoeken. 1-0 Dordrecht. En zo is het in die openingsfase, als we 10 minuten bezig zijn, toch een heerlijk wedstrijdje om naar te kijken. Kriwak. Serij. Richting Sebaoui voor Tess. Bijna nog problemen voor Jansen. De kopbal, de terugkopbal van Fortes. Warmerdam vrij in het middenveld. Mahi uitgeweken. Houdt hem binnen. Mahi, poging. Oh, Zeuntjes, wat doet hij dat mooi zeg. Een hele strakke voorzet van Mimoun Mahi. En dan is dat toch het tandem dat een goal oplevert. En dan is daar de gelijkmaker van Ralf Zeuntjes, nummer 5. Kluivert, paas is goed. En Bayo, en Bayo. Oh, snoeihard op de paal zeg. Dylan en Bayo. En zie het doel schudden op de inzet van een Bayo, maar geen goal. Nu de voorzet. Teruggelegd en daar is de kans. De grote kans zeg voor Warmerdam. Serij. Ingeleverd bij Warmerdam. Na een uitstekend begin gaat het voetballen toch wat minder nu met Dordrecht. Mahi. Mahi in de korte hoek. En Ploegman in verlegenheid. Verraste daar bijna de doelman van FC Dordrecht. Zeuntjes. Kluivert zet daar Ossendien aan het werk. Daar is Mathies. Dit is de kans voor Dordrecht op de 2-1. Mathies! Weer de goal voor hem. Mathies Serij. En hij maakt de 2-1. Je moet hem de ruimte niet geven, want dan scoort hij zijn 11e van deze competitie. Het is echt een fenomeen. Veel clubs uit de Eredivisie hebben hem op het scoutingslijstje staan. Mathies Serij. Hilton. Serij. Hilton. De buitenkant is de beweging. Hilton doet het zelf. Iets te overmoedig in die poging. Als die doelman Jansen iets te ver voor zijn doel ziet staan. Weggekopt Warmerdam.
Britijn. Mahi. Borsilje niet bereikt. Dit wel. Is dit buitenspel? Dit is niet buitenspel. En die gaat er net naast, zeg. Wat een geweldige actie van Osundina. Op het randje van buitenspel gaat het razendsnel. Daar is de paas geen buitenspel. Duidelijk niet. En dan, wat scheelt het? Bosilje. Voor het eerst de actie over de vleugel. Fortes. Fortes. Daar misschien ruimte bij Mahi. Mahi. Goed gedaan. Mahi. Het is van ver. Het is van ver. Maar het is ook naast. Van Gilst. Schop hem maar buitenom. Schop hem maar. Nu de voorzet nog. Schop hem maar. Oeh! Uitstekend Pogba, zeg, met de redding. Geen geluk voor de invaller Jadir. En het handje van Luca Plochman is precies voldoende om de gelijkmaker te voorkomen. Kluivert. Komt u wel gewonnen van Deven Haan. Seydou. En aan de andere kant is de ruimte. Daar is de ruimte bij Sebaoui. Hij neemt hem nu goed mee. Sebaoui. Hij neemt hem niet goed mee. Want Jansen met een puikenredding. Het zit hem niet mee. En dan is Jansen de winnaar van het duel. De keeper van de Graafschap. Maar het zijn toch de momenten voor Dordrecht om de stand naar 3-1 te tillen. Kluivert. Laat hem gaan voor Deven Haan. Haan, Paasje, Bosilje. Niemand buitenom. Bosilje gaat er gemakkelijk liggen. De bank van de Graafschap springt op. Met de vraag of dit een strafschop is. Ze zijn heel boos bij de Graafschap. Bosilje zegt, was degelijk een overtreding. Ruperti wil nergens van weten. Breng hem nog maar eens in. De kopbal is van Jadir. En Plochman legt hem keurig netjes stil. Want daar is het slotsignaal. Sebaoui, Serai. Zij zorgen voor de twee goals van Dordrecht. En Ralf Seuntjes maakte een prachtige goal. Maar het was niet genoeg voor de Graafschap. Dordrecht doet het uitstekend in thuiswedstrijden. Is moeilijk te verslaan. En de Graafschap, theoretisch... Zijn ze er nog niet, maar ze hebben nog maar een paar puntjes nodig om definitief zich te verzekeren van play-off voetbal.